We zijn op bezoek bij het erf, een groot biologisch landbouwbedrijf. Hier liggen de robuuste rassen, een van de drie proefvelden.
dat was het proefveld Robuste Rassen. Nog geen enkele Phytophthora te zien. Maar ik zal in het eindscherm bovenaan wel even een vakje inzetten. Als jullie dat aanklikken, dan kom je op het filmpje van vorig jaar. En toen was er behoorlijke aantasting van Phytophthora. En de meeste rassen die er nu staan, die stonden er toen ook al op. Dus dan kan je kijken hoe gevoelig dat ze zijn. Verder hebben we nog telersdag gehad bij Plantera. Voor telers en kwekers. En dan hebben we het een en ander bekeken. Daar zal ik nu een indruk van geven. Ik heb het... Isabella, nou, we hebben daar de fout meegemaakt om te zeggen het is een bioras. Dat betekent dat iedereen zegt van, ja, nou ja, ik teel geen bio, dus ik heb geen interesse in dat ras. En die fout die moeten we natuurlijk niet maken bij Oscar straks, maar het feit is natuurlijk die Isabella, ook zoals die hier ligt, het is gewoon hartstikke mooie aardappel. Hier is de Oscar. En hij kan een pokkie krijgen. En de rest, ja, is gewoon heel positief. En ja, wij willen hem echt niet als bioras doen. Hij moet gewoon in de conventionele teelt. In plek van 14 keer spuiten, 3 keer spuiten, is genoeg. Ik ga morgen spuiten, Gerard. Dan ben je er blij mee. Nee, niet spuiten. Niet? Maar... We zijn er blij mee. Nee, en, jawel. Ja. En in Duitsland ook. Ja, gemaakt. Nee, ook niet. En hij is geel. Mooi geel, ja. Ja. Pas geleden waren we in het zuiden van het land, hebben ze een proefvat op droogte en hitte. Dan zag je heel veel rassen allemaal met de blaadjes hangen en deze bleef staan. Een topper. Maar wat is volgens jou een topper die hier dan ligt van Nordica? Soraya Baltic Rose. Bedankt voor het kijken.